Zo, dus guys, van harte welkom bij deze gloednieuwe video en dat effect wat ik uitlegde aan het begin van Red Dead Redemption 2. Ja, dat effect heeft eigenlijk precies hetzelfde effect op deze game, namelijk dat ik het idee heb dat de tijd vliegt. Ik kan het nog herinneren als de dag van gisteren, man. Dat ik voor het allereerst Red Dead Redemption speelde, maar datzelfde heb ik met Fallout. En nu is Fallout 76 er dus blijkbaar al. And time flies, man. Het is de beta. De beta van de gloednieuwe game die dus nog moet uitkomen op november, 14 november. En dan ga ik echt de full game induiken in video's, livestreams. Juist door de multiplayer functies in de game zal ik livestreams veel gaan doen. Maar die video's en die eerste impressie, die indruk van de wereld van Fallout 76 en de geïmplementeerde multiplayer functies. Man, we gaan erachter komen in deze beta en ik heet jullie gewoon van harte welkom. Bij Fallout 76... Build Early Test Application ofzo. Dat zou zomaar eens kunnen waarvoor die staat. In ieder geval, we zijn gesigned in. Het gaat allemaal om Bethesda.net. En ik zie rechtsonder meteen een icoontje staan met een 0 erachter. Wat betekent dat? Heel spannend. Allereerst dat we even doen, gaan naar settings. We gooien de look sensitivity even omhoog. Kom op nou, het stond wel heel laag. Display, wat geeft die aan? Crosshair, huppakee. HUD opacity. Photo Gallery Social, wat houdt dat in dan? Ik vind dit er op zich wel heel erg goed uitzien als ik het zo zie. Het doet me een beetje denken namelijk aan ESO in de Fallout stijl. En dat klinkt als iets goed. Ik ga maar gewoon op play drukken. World Found. Ze hebben dus blijkbaar één worldmap gecreëerd, net zoals Fallout 4. En eigenlijk gewoon een doodnormale singleplayer game zoals elke andere. Alleen die wereld, die draait op servers. En op het moment dat je op play klikt, dan duik jij een server in. Dus er zijn allemaal verschillende servers van diezelfde wereld. En zo connect je met players. En voor de rest heb ik geen idee wat ik hiervan moet verwachten. En gaan we de eerste impressie, de eerste indruk krijgen van deze test application. Let's go. War. War never changes, baby. War never changes. In 1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you. The good people of America. So that if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Na zo'n epische intro, dat deuntje meteen. This is the overseer. I hope you all enjoyed the
the party last night, even those who may have overindulged and overslept. Hello, it's your boy Denta. And get out there. We've been locked away long enough. Er zijn bepaalde preloaded faces. Is reclamation day. En ik ga overduidelijk deze kiezen. Oh, nou, daar welkom bij mijn oude character. Wat de hel. Oké, dit is mijn character, jongens. Ik heb er een tijdje over gedaan. Moest ook wel. Dit is mijn lichaam trouwens. Het zit zo tegen het gespierd aan. Het is wel leuk voor een RPG-character. Hij lijkt echt heel erg op mijn dude uit Fallout 4. Alleen dan wat ouder. Je ziet dat hij wat meer levenservaring heeft. En daarnaast wil ik meteen benadrukken dat ik de eerste kritiek op Fallout 76 al natuurlijk meteen in de community voorbij zag komen. Dat is dat het een regelrechte clone van Fallout 4 is. En die regelrechte clone, dat is gewoon raar en zonde misschien. Een gemiste kans, zo voelt het ook voor veel. We noemen onze character naar het paard uit The Witcher. Roach. Roach level 1 resident. Ja, ik vind het helemaal prima. Roach. Klinkt op zich wel vet eigenlijk als je zo ziet. Veel de view. Oh, je kan je eigen foto maken. Geinig. Hoppa, dat was Roach en de snapshot van Roach. Ik weet eigenlijk niet of je kan switchen tussen first person view en third person. Oké, dit was blokken, dit was slaan. Het sloeg helemaal nergens op. Nou, wat is mijn punt was net met het feit dat die kritiek er al was. Is omdat het zoveel op Fallout 4 lijkt. En de community had misschien gewoon een gloednieuwe Fallout game gewild. Een gloednieuwe Fallout game die niet Fallout 4 is, maar dan online. En dat voelt de community wel zo en zo ziet het er ook uit, to be honest. Ik wil niet negatief overkomen, maar dat is een feit waar je niet omheen kan. Het is natuurlijk ook wel raar dat je dit soort dingen niet kan oppakken. Ik snap het is een beta, maar what the fuck, ouwe. In ieder geval. Ik denk dat we hier onze stats moeten doen. Dus overseer, you're invited. 10 minutes to midnight and we'll lead the countdown. Have fun everyone. Hij gaat speechen. De overseer gaat de speech geven. Nuka Tapper. Het is een game, really? Get ready to serve. De gameplay hoort zo simpel te zijn en toch was het moeilijk. Zo, wat een kutspel. Je moet die glazen ook weer op tijd vullen. Heel irritant. En dat muziekje kan ik ook echt niet tegen. Oké, dit is een eerste impressie, dus ik ga niet de hele tijd een minigame spelen. Rot op, man. Het is ook gewoon pick up the Pip-Boy. En wat staat Denna te doen? Een dom spel te spelen. Pick up the Pip-Boy. Boy! Heb ik ook een... Hey! Dat is ook fijn. Een kleurrijke world map. Dat is een keer wat anders natuurlijk dan... dan die Pip-Boy map. Nou ja, nu ik het zeg. De world map staat natuurlijk zomaar. Op je Pip-Boy zal die ook zijn eigen stijl hebben. West Virginia, jongens. Welcome to West Virginia in 2076. Nou, eigenlijk is het vanaf 1776 de vault geopend, hè. De oorlog ook uitgebroken. Nee, ik zoek eigenlijk naar een soort radar of iets wat mij kan uitleggen. Waar ik heen moet lopen. Om op domme random dingen te activeren. Toiletje. Nee man, ik heb een Pip-Boy nodig. Ah, dat ding hangt hier. Yes! Thank you. Wat zijn er eigenlijk veel geweldige games uitgekomen de afgelopen tijd?
Tjongejonge. Quest started Reclamation Day. Yes! Finally, man. Bij Data, Reclamation Day. Daar staat hij. Reclamation... Oh, wat staat er? Reclamation Day has finally arrived. It's time to leave the vault and rebuild America. Side... Nee. Ik heb helemaal niks. Kan de radio aan? Nee, ik ontvang geen signaal. Weapons. Ik heb niks. Dit is mijn pakkie. Als ik hem uittrek, ben ik naakt. Ook leuk. Dat was hem, man. Stats. No. Yay! Als het goed is, als je hem ingedrukt houdt, dan kan je in- en uitzoomen. Yes. Kijk, zie je? Het is precies... Fallout 4. You have been tasked with nothing less than the rebuilding of America. Such a huge responsibility. Just know that Vault-Tec is proud of you. Bizar, hè? Weet je wat we gaan doen? Ik ben dat namelijk vergeten te fixen, als het nog kan. We moeten toch gewoon nog wel naar de settings kunnen? Wat me namelijk opvalt is dat er geen subtitles aanstaan. Oké, ik kan sprinten ook. Wat een gezelligheid. Het is wel echt een kleurrijke Fallout. En hij loopt ook qua framerate erg stabiel. Dat is ook echt een voordeel. Zo werkt je lampje. Oh man, het is wel echt een goede Fallout. Wat betreft hoe het speelt en hoe het voelt, hè. Ik weet natuurlijk niet in de, qua inhoud of het een goede Fallout is. Maar dit ziet er in ieder geval allemaal erg fijn uit. Bam. Hij wijst die kant op. Springen. Driehoekje. Deur is op slot. Wat een gezelligheid. En wat een stilte trouwens. Waarom is het zo stil? Is iedereen al naar buiten? Of is iedereen al bij de speech? Dat zou zomaar eens kunnen. Wordt die. Je ziet ook dat ze een levensbalk hebben, zie je dat? Omdat ze dood kunnen en omdat het een online spel is. Waarschijnlijk is het qua mindset echt enorm schakelen als je de open wereld intrekt en je beseft dat het... dat het online is. Oh, I get it. Jesus Christ, Redaway en Stimpax. En je kan ze quick usen. Dat is heel handig, man. Guns. Emotes? Wat zou ik te doen? Te kotsen? Ik ben erachter gekomen dat ik dit helemaal niet heb opgepakt. Purified water en relics. Het drong helemaal niet op me door dat dit tutorial items waren. Sorry, spel. En wat hebben we hier? Building supplies. Oké. Okay. Your thirst meter drains over time. It becomes red when you are peached. Thirst? Heb ik dorst? Really? En een hoedje. Join a team! Meet strangers, exchange pleasantries, share skill sets and succeed. Unless, of course, you're next to someone else, which I recommend, after all. Ik heb Stimpax. Yo, hey, kom eens hier, man. Het is echt raar als je mensen online... Hello? Eigenlijk is dit gewoon een showcase van de fucking emotes. Oké, sure. Wat hebben we hier? Camp. Setting up camp, wow. Er zijn wel echt hele rare nieuwe dynamische gameplay types toegevoegd. Alleen omdat dit ook allemaal niet lootbaar is, eigenlijk mis je dus... ...de altijd iconische... En standaard Fallout dingen. Dat je alles kan looten, alles kan oppakken, alles kan bekijken, alles op jouw pace kan spelen. En nu heb je het idee dat je misschien een route aflegt. Kan zijn dat het alleen de beta is, maar ik denk dat het in de main game ook zo is. Perk cards. Classes.
En een pen. En we zijn level 2 geworden. Ah, dat is special. What makes you special? Strength, perception, endurance, charisma, intelligence, agility, luck. Oké, als ik deze kaart gebruik, heb ik een kans om meer first aid chemicals te vinden als je iets searcht. Raar idee. Volgens mij heb ik... Ik koos voor endurance en ik heb nu een kaart in luck. Heb ik nou iets fout gedaan of wat? Of snap ik gewoon het systeem niet? Ik ben in ieder geval ook level up. Dat zag er ook wel lekker uit. Al, wat voelt het raar dat je niks kan oppakken en ook helemaal niet bezig bent met dingen te looten, joh. Oh jee, er begint iets episch. Really? Heb ik mijn ogen dicht op de foto? Fuck, Roach level 2. Ogen dicht. Ik hoop niet dat die character ook zo blijft, man. Reclamation Day. Daarnaast hadden we ook iets gediscovered. Questar, dus first contact. Find the Overseer. Dus de Overseer van Vault 76 is ergens gewoon in de wereld. Wat een kleurrijke wereld. Wat een raar idee dat de wereld zo kleurrijk is. Jongens, dit is Fallout 76. Dan wel de beta. De Build Early Test Application. Waarom is hier iemand dood? Ik heb nog geen wapens ook, besef. Een responder corps. Hallo, heb ik... Wow, wow! Dit is mijn eerste wapen. Wait a minute, item. Weapons, ik heb een standaard pipe pistol gevonden. Oh, je kan ook je ding nu bekijken. Dat is ook op zich wel cool. Laat het favoriten, want dit is net nieuw. Oh, het loopt ook en shit. Wacht even hoor, hoe doe je je fats? Zo sla je? Het kost AP. Kan ik fats nog niet? What the fuck is dit? Hey, hey, hey. Ik snap het niet hoor. Nou ja zeg, ik heb meteen ruzie. Kom in deze wereld aan, ik heb meteen ruzie. Wat is dit? Ik laat het wel even voor wat het is. Ik kon trouwens zo'n radiosignaal kon ik oppakken. Dat was niet zomaar een radiosignaal, dat was een responder cam signal. Overseer's log edit. Ik snap het niet. Ik kreeg een challenge dat ik een item had opgepakt. Settings.
Display. Subtitles on. Audio. Music mag op de helft. Effects, footsteps. Radio mag ook wel zo. Zeker als je zo'n signaal aanzet. Kijk, weet je het punt is? Dit is Jeff Nakamura van de responders. We hebben een camp in Flatwoods. En we offeren supplies, medical treatment. Het punt is dat als jij radio gaat luisteren tijdens een let's play als deze, krijg je gegarandeerd copyright. Volunteer some time to help out, you could definitely use it. This message will repeat. Okay, ik ga naar die waypoint. Daar zijn mensen online you bezig. Head to that camp. Find the overseer. Will do, maar toch is het een raar idee, want orders heb ik gevonden. Weet je wat ik het idee heb namelijk? Als deze wereld draait op een server met online mensen, worden dan dingen ook voor jouw neus weggeloot? Als mensen een sidequest oppakken en ik kom daar aan en hun zitten midden in een sidequest en ik niet, heb ik daar profijt van? Is het juist negatief voor mij? Is het negatief voor mij als ik een sidequest start en iemand gewoon in komt joinen? Ik snap zoveel dingen niet. Voordat we naar die overzicht gaan, ik ga gewoon eventjes die mensen opzoeken op 80 meter afstand. En ik zag ook dat de FATS-modus, weet je wel, dit. Dat is real-time. Kijk, ik loop gewoon tijdens FATS-modus. Target. Harvest. Je krijgt challenges als je dingen harvest. Het werkt zo vreemd. Oké, ik heb nu al geen ammo meer. Red stack meat, red stack hide. Ja, ik vind het echt zo fucking vet om deze wereld in te trekken, maar of ik er iets van snap is het tweede. Ik ben altijd gek om werelden in te trekken en te zien wat ze hebben gemaakt voor me. Grilled red stack. Dus ik heb dat al bij me. Ik moet echt heel erg op mijn HP letten. Ik moet ook zorgen dat ik eet, grilled red stack, kan gebruiken. Krijg ik er radiation van? Ja, 10. Tjonge, jonge. Red X resist nu ook gewoon radiation voor 10 minuten. Jongens, wie is er zo in gevecht? Nou, ik ga niet achter die red stack aan, want ik heb niet eens bullets meer. Ik heb een pipe pistol gevonden, maar die heeft al geen bullets meer. Wild mudfruit. Ja, in het begin kun je altijd veel meenemen natuurlijk. Later wordt het stukken minder. Ik had een markering hier neergezet. Er waren hier mensen, maar die zullen er waarschijnlijk al lang niet meer zijn. Nou, zijn ze weer daar? Oh nee, never mind. Deze twee trekken samen op. Ze zijn de wereld aan het verkennen. Weet je wat ik doe? Ik remove mijn marker. En ik ga hier even dit huisje bekijken. En ik kan hier tomaten plukken. Dus ik ben nu een tomatenplukker. Moonshiner Shack. Moonshine is drugs. Wat gebeurt hier? Wow, wow!
Het zijn teken. Gigantische teken. Dat is echt heel erg vet, maar ik heb... Jongens. Rhododendron, lol. Oh, die tekens zijn doodeng. Wat doen teken in dat huisje? Ik heb nog nooit zo'n grote teken gezien in mijn leven. Nee, ik heb hier wat gevonden. Waste assets, gewoon ook drugs. Wat mij opvalt is, er zijn hier net mensen geweest. Maar hebben hun dan niks geloot of werkt het gewoon niet op die manier? Oh, wauw, een toy car. Nee, daar heb ik wat aan. Ja, ik vraag me nou af, moet ik nou naar die mensen toe gaan? Oh, er is iemand links. Er is iemand links. Hij staat hier boven. Logisch, hij is de tutorial aan het doen. Hey, 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 hey! Weet je wat? Ik ga het gewoon looten. Metal pijl. Het is leeg. Is het omdat hun hebben geloot? Yo, wil je mijn team? Hallo? Ik moet zeggen dat het voor een beta wel allemaal erg soepel loopt. Yo dude, kom eens hierheen. Niemand heeft aandacht voor mij. En waarom is hij al zo goed bezig? Hij heeft dit tweekoppige beest gewoon verslagen en ik heb niks. Hij heeft een machete. Waarom heb ik niks? Ik heb niks aan mijn leewapens. Oh my god, you're serious? Had ik al die tijd een machete? Is dit nou letterlijk dat ding wat ook gebruikt wordt in Red Dead Redemption, wat ik een didgeridoo noemde terwijl het blijkbaar dit was? Ik wil helemaal niet met hem in een team zitten, weet je dat? Oké, ik heb wel weer... Ik schrok gewoon van die rit. Ik heb wel weer... Oh my god, ik klik steeds de verkeerde knoppen. Ik wil zo niet team-uppen met die gas. Ik moet daar echt van weg, man. Resting in the bed will slowly heal you. Rest long enough to gain a bonus effect, but be warned. Oh shit! Opstaan, opstaan. Matrassen op de grond kunnen een ziekte bevatten. Oké, ik ben er eigenlijk nu al klaar mee. Het wordt al avond en ik zit in een team met iemand waar ik helemaal niet mee in het team wil zitten. Dus even kijken wat we daarmee kunnen doen. Social. Team. Kijk. 1 cap. Wauw. Oké, ja, ik heb toch ook nog geen enkele bottle cap gevonden, joh. Je kan dus terug fast travelen naar plaatsen die al verkend zijn. En dat kost je in plaats van niks... Of iets heel belangrijks, wat in heel veel games zo was. Collect wood. Oké, wauw, het voelt zo als ESO. Ik moet zeggen dat die challenges die oppoppen en de geluiden die het maakt, dat voelt wel heel satisfying, though. Laten we deze even oppakken. Nee, mijn eerste taak is denk ik, ik ga even die missie afronden, want anders kom ik ook niet verder. Ik ben weer typisch op mijn manier aan het spelen door gewoon shit te verkennen. Maar sinds ik achter ben gekomen dat ik een machete heb, dan kwam ik dus achter via een andere speler.
Alle andere spelers tonen trouwens totaal geen interesse in me, want het is Fallout. Dit is echt waarschijnlijk interessant voor teams en met vrienden, valt me op, want... Randoms. Wat moet je met randoms? Je zit niet in een voice chat en ze kunnen je alleen maar irriteren. Oh, wow, 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 wow. Dikke zak bloed. Gadverdamme teken. Eeuw. Disgusting. Ik wil hier heel graag zien wat die binnen is namelijk. Daarom ben ik teruggegaan. Godverdurrie. Is er nou hier ook een? Nice, sneak attack was dat. Oké, nou kan het lampje weer aan. Even serieus, dit zijn toch graphics uit 2001? Toch? Echt jongen, I love Bethesda, I love Fallout, maar dit is wel raar. Dit is gewoon lui, want de modders kunnen het nog beter, ja. Weet je wat het voelt voor mij heel onnodig om je game zo lelijk te maken, ja. Als je ziet wat er tegenwoordig allemaal kan. Pre-war money neem ik mee. Hier is het allemaal dirty water, maar misschien kunnen we het purifyen. Who knows? In deze zak zit niks, in deze barrel zit er niks. Nou, dat was allemaal niet zo heel interessant, maar goed, voor een begin van een game heb ik mijn eerste items binnen. Ik kan wapens maken van hout die ik heb opgepakt. Ik kan een combat knife nog niet maken, maar een hatchet wel. Kost me die items wat daar links staat. Ik kan pipe guns maken, kan ik niet. Throwing weapons, ik heb throwing knife, kan ik niet maken. Blunt melee weapons, wat is de damage die doet? 26. Wat is mijn huidige damage van mijn machete? 16. Dan gaan we hem sowieso aanmaken. Ik snap alleen niet hoe iets van hout sterker kan zijn. Level 1. Hoe kan iets van hout sterker zijn dan een machete? Maar oké. Okay. Got my new weapon. The unfavored ik. Board. Ja. Ja, het komt waarschijnlijk omdat het een heavy weapon is. Je kan hem ook verkopen voor 3 caps, zag ik. Ja, nou snap ik het. Het is pittig groot, daarom is het zo sterk. Oké, het is inmiddels nacht. Ik ben er nu eigenlijk al een beetje klaar mee. Als in verkennen, want het gaat me toch niks opleveren in een beta. Tenzij je bepaalde stats behoudt, maar nee, daar ga ik niet van uit. Iedereen, dat is het punt. Iedereen heeft als hij start dezelfde objective. Dus iedereen is bezig met hetzelfde te doen. Dezelfde objective en alles op dat pad te verkennen. Eigenlijk loopt iedereen achter de feiten aan en hetzelfde te doen. Nou snap ik dat iedereen hetzelfde kan discoveren. Want daar ben ik nu achter gekomen. Je merkt gewoon dat iedereen zijn eigen items heeft om te looten. En dat niet iedereen wordt gelimiteerd in deze server. Nou, als iemand net iets heeft verkend dat ik erachteraan kan lopen, hetzelfde kan oppakken, dat is waar. Maar wat is dan het online aspect wat het interessant maakt? Zitten er dan ook in deze wereld... Ja, wat zit er nou eigenlijk in wat interessant is voor online? Zitten er dungeons in? Zitten er dingen in die samen moeten? Of is het gewoon puur leuk? Zo van, hey vriend. Kom gezellig met mij meespelen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Kijk, dat bijvoorbeeld. Redstack. Er was hier een beest. Loopt ook gewoon door een boom heen, though. You're done.
Ik heb eten. Toch? Ik heb het wel opgepakt, toch? Ja. Drinken, dirty water. Gadver, ik kan het wel collecten. Ik heb het gecollect! Jongens, ik dronk het niet. Het klinkt op vierkantje. Waarom geeft dat ook radiation? Nou goed, laat ik deze plek discoveren en eventjes helemaal looten. Is er überhaupt iemand in de buurt, een online speler? Nee, er is helemaal niemand in de buurt, dus ik zal dit alleen moeten doen. De Lumber Mill in West Virginia. Ik vind het wel super positief dat de game eens een keer zo kleurrijk is. En dat het echt wel interessant is om plekken te verkennen. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel echt een luie release als je de engine ziet en... ziet dat het eigenlijk precies Fallout 4 is. Kijk nou wat we daar hebben. Zo'n Protectron loopt met zijn zwaailichten op zijn kop, loopt hij het bos te... wat is het? Guarden? Of eerder te scannen? I don't know. Laten we op zoek gaan hier naar wat interessante items. Typisch Fallout. Ik mis nu ook een totaal verhaal. Ik hoop dat het komt omdat het een beta is, maar ik heb nog geen normale dialoog meegemaakt. En dat is volgens mij wel wat Fallout maakt, toch? Gadver. Meatpijl. Doe even normaal. Wooden crate. No bobby pins. Ah, kut. Woodcutter. Baseball grenade. Ok. Gears. Ja, je kan heel veel craften, valt me nu al op. Ammo, kan ik iets produceren? Harpoentjes en railway spikes. Iets waar ik echt geen moer aan heb. Grenade, explosive ammo, energy ammo, bulk. Mines? Nee. The sea is cure. Dat is wel heel fijn. Als ik nu een ziekte oploop. Dan weet ik in ieder geval dat ik ook iets heb om het meteen te cure. Weet je waar ik heel erg het gevoel van krijg? Dat ik gewoon... ik vind geen interessant item, niks. Ik vind geen wapen. Ik ben alleen maar materials aan het farmen. Maar echt, ik ben alleen maar materials aan het farmen om daar uiteindelijk mee te kunnen craften of bouwen. Ik ben nog heel erg op zoek naar wat deze game wil zijn, wat het wil uitstralen. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden tot dit toe. Kijk, jullie kennen me. Ik ben deze guy die dit uitcheckt. Dit gebouw heeft dit ook niet voor niks. Maar als je er dan niks vindt... dit lijkt eindelijk interessant. Mannetje in een stoel met een notitie en een bierflesje. Heette het een paid opportunity, stond het er nou? Hij zegt dat hij hier nu een aantal weken heeft gewerkt... en het is een wereld van verschil met waar hij waarschijnlijk gewend is te werken. Het betaalt beter, het heeft betere uren om te werken en er zijn geen robots. Hij heeft met de baas gepraat en hij is op zoek naar een paar nieuwe mensen. You better grab the gang and head over here before someone else fills your spot. Map updated. Maar waar zie ik waar het is geüpdate? Want voor mijn gevoel heb ik alles al ontdekt. Zie je, dat is ook een raar aspect. Normaal had je gewoon... de kaart was helemaal empty. En op de plekken waar jij kwam... dan vulde de kaart dat in. Nu staat er... map has been updated. Welke map? En waarom is iedereen hier in deze stad? Dat is toch ook raar? Dat zeg ik. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. Iedereen volgt dezelfde questline. En deze man staat echt al 3 uur stil. Bij het reuzenrad. Weet je wat me ook heel erg opvalt? Dat hele
spannende effect van een Fallout game. Dat je in je eentje in een wereld bent en op zoek gaat en een hele gevaarlijke wereld trotseert. Weet je wel, dat effect dat je gewoon, wat ik al zeg, die wereld ingaat en dat je gewoon voor zo'n verrassing komt te staan, maar ook echt het gevoel hebt, jij bent alleen, je gaat je eigen weg in een wereld waar er alleen maar chaos heerst. En nu heb ik iedere keer het idee dat ik allemaal mensen kan tegenkomen en dan wordt die hele spanningsboog wordt verbroken. Hé, eindelijk ammo. Al die ranzige meatpels. Ik heb nog steeds geen enkel nieuw wapen gevonden. Maar goed, die spanning die wordt dan verbroken voor mijn gevoel. Zo van, dit is niet eng, want er zijn toch allemaal mensen dezelfde wereld dan als we kennen, weet je? Ik weet niet of jullie mijn gevoel een beetje snappen daarin. Maar ik probeer gewoon shit zo goed mogelijk uit te leggen. Ik vind het echt raar dat die FATS-modus niet werkt. Het loopt gewoon in real time. Dan is toch de hele intentie van FATS weg. Wixen Homestead. Nou ja, aan de sound effects en alles ligt het niet. Dat is nog echt on point. Hallo, wie hoor ik lopen? Oh, what the fuck? What the hell? Holy shit, ik zeg net dat ik de wereld niet eng vind. Okay, I'm already at full health. Veertig damage deze. Scorched, what the hell? Short hunting rifle. Wow, wat. Je ziet dat ze allemaal statistiek hebben. Oké, nu de actie een beetje begon, vind ik het opeens een stuk vetter. Ik zet mijn lampje ook uit, want ik weet nu dat dit opeens creepy as fuck is. En ja, eigenlijk wil ik deze game samen met iemand spelen, maar ik heb oprecht niemand om deze game mee te spelen. Klinkt heel zielig, maar ik had normaal altijd vrienden die dezelfde game speelden. En dat was vroeger een tijd met Carlos en Ricardo op de middelbare school was dat. En nu heeft iedereen zo'n druk leven en ben ik die enige lijpe, gekke, fanatieke YouTuber die veel te veel games speelt. En heb ik niet meer dat effect dat ik zomaar tegen iedereen kan zeggen, yo, kom je een hele sessie met mij opnemen? Weet je, iedereen heeft zijn eigen drukke leven. Dat is fucked up, man. Dat is kut. Sucks. Ik wil echt deze game bijna full player met iemand naast me. En dat je zijn stem ook hoort, weet je. Dat we samen een wereld verkennen. En dat ik hem upload in 4K. En dat. Ah! Kandidaten? Iemand? Iemand die ik mag. Iemand waarmee ik echt kan lachen. Misschien vergeet ik iemand nu, hoor. Compleet, maar. Ik weet niet eens of ik überhaupt maat heb die het spel gaan halen. Zo weinig spelen mijn vrienden nog games. Het gaat alleen maar om multiplayer games tegenwoordig. Ja, jongens, dit is een multiplayer game. I know. Maar ik bedoel het ook niet op die manier. Disgusting headshot. Zo, ik pak even al die pipe pistols op. Want dit kan ik misschien laten verkopen in een eerste stadje. De game begint een beetje los te komen, merk ik. Het duurde even, maar ik vind het erg naar dat ik geen allebei right legs. Heel irritant. Ik vind het heel irritant dat ik geen story heb, geen dialoog om aan vast te houden. Ik ben gewoon letterlijk een wereld ingedropt. Zo van, yo dude, zoek het uit. I don't care. Nou mag ik echt hopen voor mezelf. Goed luister, maar dan mag ik echt hopen voor mezelf dat dit puur is omdat het een beta is. Want anders vind ik echt dat ze tekort schieten qua story, nu al. Maar ik ben blij dat je het deed. De waarheid is, ik heb je hulp nodig.
I've been given a task, and I've decided to break protocol and tell you what it is. Because if there's one thing I've learned in these past few years, it's that we need to rely on each other. There were three active nuclear silos in Appalachia before the bombs fell. They blew up the world before. We can't let it happen again. So we've got to locate and secure all of the silos. Or die trying. Hopefully the former. But it's been 25 years. I just don't know what we're gonna find out there. Or where to start. My directive was to go to the nearest population center and assess the situation. I'll set up a camp on the way once I get my bearings. Find me there. Nou ja, ik had het net over story. Dit is echt de enige story die je krijgt. De Overseer's Log en je eerste missie. Dat is toch voor Bethesda's doen wel heel erg tekortschieten in story. Of willen ze juist die focus niet op story in deze game, omdat het juist focust op die multiplayer aspecten? Want het valt me ook op, ik kan dit soort dingen niet eens looten. Huizen voelen leeg. Dit vind ik dan weer wel vet, wat is dit? Scorched Corpse. Oh. Ja, ze hebben echt wel hun best gedaan om weer een nieuwe wereld en nieuwe vibe, zeg maar. Een nieuwe feel. Desks zijn leeg. Oh man. Laat het alsjeblieft zo zijn, omdat het... Scorched Corpse is ook leeg. Nee, echt, laat het alsjeblieft zo zijn, omdat het een beta is. Anders schieten ze toch tekort voor Fallout doen. Message to Sammy. Challenge complete. Explore Appalachia for an hour. Ja, wauw. Ja, deze eerste aflevering duurt al een uur inderdaad. En ik zal nog wel langer opnemen. Weet je wat het is? Ik zit in een beta-periode. Van 12 uur 's avonds is hij gestart. En ik heb tot 4 uur 's nachts. Dus ik denk dat ik straks ook gewoon heel mijn opnameapparatuur aan of uit ga zetten. En weer opnieuw aan. En dan gewoon echt doorga tot 2, 3 uur 's nachts. Om gewoon eventjes... Ja, wat te kunnen opnemen van deze game. Straks misschien ook een kop koffie zetten tussendoor. Ik wil deze beta gewoon goed benutten. Want ik ben een Fallout fan in hart en nieren. En ik wil niet te kritisch overkomen, weet je. Ik wil niet dat ik iets al kut vind bij voorbaat. Wat de hel is dit überhaupt? Ze leggen ook zo weinig uit. Maar goed, ik wil dus niet te kritisch zijn bij voorbaat. Ik wil niet iets afschrijven wat misschien nog uiteindelijk heel erg goed blijkt te worden. Ik wil gewoon een goede Fallout, that's it. En ik moet misschien qua mindset heel erg switchen als vaste Fallout fan ook. Ik weet in ieder geval wel dat ik speel op mijn pace, weet je. Ik ben al een uur bezig en ik ben hier nog maar. En er zijn nog wat corpses om te looten. Ik weet het 100% zeker. Hier heb ik alles gedaan, dus kunnen we door naar de volgende. En dat is namelijk hierboven. En ik denk dat we dat ook wel een beetje stealth moeten doen. Het is ook echt een enorme switch dat ik niet kan quicksaven. Je kan naar je menu gaan zoveel als je wil, maar that's it. Alleen resume. En atomic sh- ah! Iemand had me door. Weet je hoe hard ik hiervan schrok? Dit is niet normaal. Oké, okay. Atomic shop. Thank you for participating. Dat heb ik dus al gekregen. Our future begins. Wow, met... Ja, dit heb dan weer wel zoveel potentie. Dat is niet normaal. This is craftable at workbenches. Dat is een filter. Dat is een frame voor selfies. Dit is een emote. Fireproof is wat? Player icon. Oh, wauw. Skins voor je Pip-Boy. Ik heb alleen interesse in die Pip-Boy en dat patchje, man. Nee, je kan elk willekeurig moment kun je een foto maken, een screenshot. I don't know. Ik vind dit best wel vet al. Dus ik ga hem gewoon ook maken. Kijk, weet je. Je maakt gewoon fotootjes. Ik vind het leuk. Is dat dan een manier hoe je hem gebruikt? Door gewoon uit losse pols zonder te kunnen richten gebruik je je VATS-modus?
Ik denk het. Waarom kan je niet richten tijdens fast? Waarom kan je niet critical punten selecteren? Me not get it, guys. Whoa, 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 whoa! Opeens word ik echt overvallen als een pest, hé. Heeft die gast allemaal scorched meegenomen of zo? Ja, dude, ik pak die pipe revolver wel. En dan... weet je, dat is het punt. Iedereen is lonely nu, man. Iedereen is voor zichzelf bezig. Dat is raar, man. Ik krijg wel 10 radiation, maar goed. Ik ga even één wapen droppen. Ik heb namelijk 2 dezelfde pipe revolver, zie je? En eentje is stukken beter. Dus dan favorite ik deze, unfavorite ik deze en dan drop ik die. Enjoy deze gun though. Fuck up bro, ik heb zojuist een item gedropt. Fuck it. Pre-war money. Waarom hebben ze allemaal een... wacht even. De een heeft... Kijk even met me mee. De een heeft leren rechterbeen. Deze heeft een hele jas aan. En daarvan kan ik niks pakken, want die is leeg. Ga toch heen, man. Nou, dat voelt vreemd, man. Hij staat even rustig op zijn pitboy. Dat moet jij weten. Oké, we hebben het huis geëxplored, we hebben die barn geëxplored en nou ga ik toch maar even hierheen. Te kijken wat er allemaal te vinden is. Ik had ook zo niet verwacht dat ze opeens mij midden in mijn gevecht zouden komen gaan helpen. Wait a minute, hier is meer scorched. Wat eng. Eigenlijk zijn het ghouls met een gun. Echt een raar idee. Weet je wat ze hadden mogen toevoegen? Als het dan toch een online game is. Dat je aan dit soort randjes jezelf omhoog kan trekken ofzo. Maar nee, het is nog steeds precies dezelfde lompe Fallout gameplay. Waar ik van hou. True. Maar als je dan zo je spel omgooit en het online maakt... Laat dan ook dat soort potentie leven, zeg maar. Dat je animaties iets meer on point zijn in fucking 2018. Dat je jezelf gewoon omhoog kan trekken, man. Wat is dit? Wat moet dit voorstellen dan? Hier, het zweeft zelfs mid-air. Vuurtje, alright. Scrap items. Laat ik dat eens even doen. Oh, ik kan hier al dezelfde type wapens scrappen. Kijk, weet je, de een heeft een volle balk en de ander niet. Dus deze scrappen we dan. Daar krijg ik allemaal spulletjes voor. En hier heb ik 2 verschillende pipe pistols. Hier heb ik 2 dezelfde hunting rifles. Zo hé, wat krijg ik allemaal?
8 miscellaneous junk. Scrap all junk, maar wat krijg ik dan? Ik weet het niet. Voordat ik dat ga doen, hè? Scrap all junk. Laat ik eerst kijken wat ik kan craften hiermee. Want ik heb heel veel junk, maar junk gebruik je ook om te craften. Dus je moet niet te gek doen. Kijk, precies. Ik kan hier gewoon een leather chest piece maken. Hoppa. Leather left arm. Leather right arm. That's it. Nu kan ik er zo uitzien. Dat gaat bij apparel. Leather chest piece. We doen die glasses op. Left arm, right leg. En dat draag ik dus over de jumpsuit heen. Als je bij weapons kijkt, dan heb ik een short hunting rifle die het een stuk beter doet dan die andere guns. Pipe revolver sterkst. Pipe bolt action. Geen idee waarom ik die niet kon scrappen, though. Maar zo zien we het dan uit. Het brilletje is echt veel te kut, maar goed, die heb ik opgepakt in de vault. Oké. Ik denk dat ik hier mijn allereerste aflevering ga stoppen, jongens. De wereld van Fallout 76. Kinda crazy. Wat de game allemaal voor je in petto heeft en waar die je mee overvalt. Maar story-wise schiet de game echt enorm tekort. Daar zit ik hier echt een beetje te balen. En voor de rest denk ik, ja, deze game heeft potentie. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat ik niet eens kan oordelen naar deze beta, zo raar als ik het nu vind. Maar hetgeen wat ik zeker wel kan doen is... Verder gaan zolang deze beta nog duurt. Het is een beta sessie van 12 tot 4 uur s'nachts. Dus ik ga hem nog even verder benutten. Ik ga even een kopje koffie zetten, koek pakken, al dat soort shit. Ontploffingen. Ja, wel degelijk geüpgrade denk ik. Vuur. Ziet er ook uit alsof het 2008 is. Je ziet, ik ben een beetje kritisch misschien voor Fallout doen. Maar dat kwam ook omdat ik vanuit Fallout 3 naar Fallout 4 kwam. En ik was heel erg te spreken over Fallout 4. Maar dan moet je niet zoveel jaar later weer dezelfde game gaan geven aan me. Alleen dan zeggen, ja, maar nu is het multiplayer. Ik zit een beetje in dubio of ik het nou heel tof of heel kut moet vinden. En ik hoop dat jullie dat snappen. En ik denk dat de community dat ook heeft. Dus de tijd zal het leren voor deze titel. Nou, ik wil niet over de top gehyped zijn. Ik wil ook niet heel negatief zijn. Dus ik stop hem hier. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En er de volgende aflevering bij zijn. Waar we de Fallout 76 beta verder gaan uitchecken. En... Ja, guys, peace out. Drop die support, ben je nieuw, abonneer en tot de volgende. Peace.